Zijn liefde voor de scheepsherstelling was zo groot dat hij na een aanloop van een jaar of zes de nood aanvoelde om er een boek over te schrijven. En ik denk dat het ook met veel liefde geschreven is. Wie zijn boek leest zal vaststellen dat het wat een hechte, reusachtige familie er op de shop leefde. Met duizenden hebben ze er gewerkt. Het initiatief tot het schrijven van Shopman van Vader op Zoon ontstond reeds in 2009 toen hij in het ziekenhuis in Leuven lag en zelfs daar moest horen dat zijn overlevingskansen klein waren. Maar het gestel van een shopman is van een andere orde dan de doorsneemens en Julien kwam er sterk uit. Plus een niet meer te verwijderen idee om een boek te schrijven. Bij het bezoek van een vroegere meestergast in het ziekenhuis was namelijk intens verteld over het werk en over de gebeurtenissen. En toen werd gezegd, Avel, daar zou ik een boek over kunnen schrijven. In het hoofdstuk Mijn loopbaan op de shop vertelt de auteur hoe hij vanaf augustus 1969 in de Antwerpse scheepsherstelling is binnengestapt. Hij beschrijft zijn eerste taken en hoe hij voor avondonderwijs 5 frank per uur meer verdiende. In 41 jaar heeft Julien wel heel wat verzameld aan herinneringen. In de loop van de jaren gebeurden er dingen waarmee de scheepsherstellers niet konden lachen. Er volgden discussies en stakingen. De oliecrisis kwam eraan. Ook de scheepswerven kregen het moeilijk. Er moest 4% loon ingeleverd worden. Kortom, de shopgeschiedenis begaf zich stilaan naar de ondergang. Het woord bezetten wordt ook op een fijne manier omschreven. Ook nog in een hoofdstuk dat de titel kreeg Kerstmis op een bezette werf Mercantiel Biljart. Zoals in elk bedrijf kende Mercantiel en die Mercantile, want wij hebben altijd van jongs af aan Mercantiel gezegd en dat zeggen wij nu nog en niet Mercantile. Om een idee te krijgen welke scheepsherstellingsbedrijven er waren, legde Julien een lijst aan en bracht er 25 samen. Wat ik ook een goed idee vind, is de lijst van alle cafés waar zonder twijfel de shopmannen nog herinneringen aan hebben. Daar op Thailandje en in de Londenstraat. Ik lees 44 namen van cafés. Naar het schijnt, dames en heren, kreeg Café Vidi bij Blonde Jean de voorkeur van de shopmannen. Om het boek af te sluiten heeft Julien Kant nog een verhaal van Ludo Mariman, die vroeger scheepshersteller was, maar dan frontman werd bij de allereerste punkgroep in België, The Kids. Als conclusie bij het lezen van Shopman van Vader op Zoon mag ik misschien zeggen dat de scheepshersteller stilaan toch een uitstervend ras is. En Julien Kant deed het met een knap boek, De Shopman van Vader op Zoon. Ik wens iedereen veel leesgenot. Alsjeblieft. Dat was niet de bedoeling. Ja, wel jongen, dat is ook een stopman. Het is allemaal wat verschillende. Ja, hij zit al onderuit, ja. Hé, wees of hè?
Ja, maar. Ja, maar.